Hallo iedereen, ik ben Jesse. Ik ben Hes. En nu spelen we Sidequest, dus de videospel. Eerlijk gezegd, het is veel beter dan Mario Kart, zo is fucking. Dat is hard. Voor het meeste gedeelte gaat dit een soort podcast-commentary worden later. Maar bij het begin hebben we nog wat cutscenes, dus daar gaan we over praten. Een soort van. Of lachen, want het vervolg is. Hallo iedereen, ik ben Jesse. Menes. En we doen nu Hyperdimension Neptunia U. En het is, zoals je kan zien, het is op Steam. Ik doe het. Dit spel is eigenlijk constant op 60 frames per seconde. Dit is eigenlijk gedaan door een andere groep ook nog. Zoals je kan zien kunnen we cheats aandoen, maar dat gaan we niet doen. Die cheats krijg je wanneer je het spel hebt uitgespeeld, by the way. Je moet het spel verder voor je cheats. Zo, volgens mij is het like dezelfde mensen die ninja spel hebben gedaan. Het is gedaan door Tamsoft en ik denk dat het soort van dezelfde is dat Senran Kagura spel heeft gedaan. Maar hier kun je kiezen tussen CPU scenario en Candid scenario. Neem de CPU scenario, het verandert niks. Maar als je de Candid scenario neemt, dan mis je één event. En dat wil je niet pissen natuurlijk, want dit is een Neptunia spel. Je wil wel events zien. Zo, wat is het verschil? Is er een ander... Er is geen verschil. De CPU kunnen... De candidates hebben alleen één event dat mist. Dus je kan net zo goed voor de CPU's gaan en je krijgt dat alles. Dat is de punt. Wat is er al? Is dat buitenspel? Is er niks anders? Er is letterlijk geen punt. Er is letterlijk geen punt? Er is helemaal geen punt. Je neemt gewoon CPU's. Ja, waarom niet? Ik hou van grotere borsten. Nee, maar je gaat sowieso nog door de candidates heen gaan, is het ding. Dat was letterlijk nutteloos. Oké, dus als... Het verhaal in nutshell is een beetje... Het gaat over journalism en videospellen, Gamergate. Je maakt geen grapje, zeg je nu, hè? Oké, ze weten niet wat een Gamergate is, natuurlijk. Maar het gaat wel over journalism en videogames. Dus er zijn deze journalist, Dengekiko en Famitsu, dat natuurlijk gerepresenteerd zijn van de Japanse magazines, die videogame reviews doen en zo. Die ene, wat was dat voor die speech bubble characters? Dengekiko. Ja. En de enige reden waarom ik dat heb onthouden is omdat ik Victory 1 heb gespeeld. Dus voor Victory 1 hebben we wat meer te vertellen. Voor Victory 1, ja. In ieder geval, hun willen natuurlijk artikels... Hun willen dat... hun zegt dus een beetje dat CPU's slaven zijn van de Quest, zo'n beetje. En dat ze altijd Quest moeten doen voor hun mensen. En dan willen hun artikelen erover schrijven. De rechten van de vrouwen? De vrouwenrechten erin stoppen in de spellen? Zo, uiteindelijk lijkt het karakter die speech bubbles heeft zij komt in zijn spel. Is dat van dit voor het derde spel of na het derde spel? Na het derde spel. Wauw. Doe de generic quest or CPU's. We don't do quests that slaves to our people, it's our own volition. We krijgen geld en items hiervoor. What the fuck is mis met jou? Zij wilden alleen maar een quest wat meer... interessanter maken. Fucking journalist.
Nee. It's like, dit is... By the way, alleen de spin-up games zijn ongedubbed in Engels voor het meeste gedeelte. Alleen de spin-up spels zijn... Ja. Wat? Alleen de spin-up spellen en de originele spel. Dus dit spel kun je vol in Engels horen. Dit is echt de... Hè? Ja. Dit is echt de best... Wat? In ieder geval, wij willen niet meedoen deze quest, want dat is fucking bullshit. Ja. Yeah. Wij willen niet hier meedoen, maar waarom zouden we dit doen? Ja, dit is wel duidelijk het belangrijkste. Oké, één ding wat ik heb fout heb gedaan bij de eerste twee parts is... ik heb de muziek wat te hard staan. En de stem wat te zacht, dus dat verbeter ik later. Dan zet je dan weer gewoon de stem wat hoger dan de muziek? Ja, en de muziek wat zachter. Wat is Journalism 101? Oh, ze heeft gewoon wat quest gepakt. Heeft het geïsoleerd zodat ze het niet pakken, zodat wij het hier kunnen doen. That makes sense. Oh jij fucking sellout. Zo, waarom niet je eigen blog starten? Jullie zijn echt corporate shills. Oh, dan hebben we toch een eigen blok in de Reaper 1. Ja, dus. Ze zijn gesplit met interviews. Furt en Nipte willen niet meedoen, zo te zien. Ik denk dat het logisch is met Furt, want ze heeft te veel shit die ze wil doen. Wat videogames spelen. En natuurlijk, Noor, omdat ze zo alleen is, heeft genoeg tijd voor andere mensen. Maar toen hoorden ze het woord interview. Fuck jou, Furt. Waarom wil je een interview? Zelfgedachte is... Jij kan het snel van gedachten wanneer het je populariteit geeft, die fucking... Arme Neptune, nou is alleen verraden. En toen begon de derde console war. Battle of 3. Het gebeurde... Like, het begon allemaal met like, de eerste console war. Waarbij Planet Toon alleen stond tegen de drie landen. Tweede console war was toen Furt en Blond boos werden op elkaar, omdat Blond... Ik ben het voor iemand met kleine dingen. Borsten. Weet je, Jesse, ik weet niet waarom je een beetje inhoudt met woorden, want like, dit is Team SCM. Ja, ik weet het. Ik weet niet waarom. Dus ja, ik begrijp dat je bang bent voor Blank, dat ze je weer gaat vermoorden, maar like... Oké, dus de war vindt het zielig dat Vert zichzelf opsluit in de Kamer videogame spelers. Wilt zij vragen, dat ze zeggen van, hey, wil je misschien met mij wat dingen doen, hè? We kunnen dit en dat doen. Maak me niet in de charity case, fucking loners, een beetje aangezien. Nee, weet je wat de verschil is tussen, like, Word en Noir? Is, like, dat Word tenminste online games speelt met, like, met mensen. Dat is een heel moeilijk ding voor... Oké, dit is ook heel raar. Deze spin-off spel kunnen we 5 karakters tegelijk op een beeldscherm hebben. Dat is een verband. Normaal is het maximaal 3. Ja. Blijkbaar en iedereen is gezichtreacties veranderen ook nu. Blijkbaar is het niet. De war is heel gepist nu. Je moet het wat dommer maken, hè. Hoe lang zijn deze cutscenes daar? Maar deze cutscenes kunnen best wel lang duren. Maar er zijn niet veel cutscenes in dit spel. Hmm. En zoals ik al zei, dit is een beetje sidequest in het spel, want je doet letterlijk alleen maar quests. Wat is het punt van dit spel dan, like? Het is gewoon een leuke spin-off spel. Heel kort. Het is niet een lange spin-off spel ook, het is best wel kort. Je hebt toch, like, postgame en shit, toch? Ja. Nou, dan ga je. Fuck the postgame. Ik kan je wel daar zijn. Ik ga natuurlijk wel 100% doen. Ik ga wel 100% alle quests doen. Sommige quests zijn extra DLC-quests dat die beter hebben met 100%. Dus die ga ik negeren. Maar ik doe wel like, de quest dat voor 100% zorgt. In ieder geval, we kunnen 2 karakters tegelijkertijd nemen. We kunnen ruilen in de level tussen de karakters. Hmm. En het is een beetje... als je Senna Kara kent, het is een beetje een hack-and-slash soort spel. Waar je tegen heel veel monsters tegelijk vecht. En daarna is die Warriors spel, maar dan lijkt een Sengan Kakura staan. Met Nips!
Oké, dus iedereen wil beginnen met een interview. Laten we kijken hoe iedereen gaat beginnen. Oh nee, ik wilde met Depnip beginnen. Wauw. Oh, iemand is zelfverzekerd. Who this girl? Later komt er gewoon een stuk van het spel. Heb je niet gehoord wat ze zei? We zaten niet aan het filmen. Ah, dat doen onze dipshit. Je hebt het spel, ja, je hebt dings video's geluidsachtig gezet, toch? Later. Niet nu, like, holy shit. Mijn stemmen moeten hoger. Ik heb de formule van like, de video zacht gezet, maar like, het was veel zachter dan normaal. Dit. Ah, dit is het beste stukje van het spel. Hands down. Encore! Encore! Wat is dat je personality system of whatever? Kijk, ik heb dit op de whole game. En dan gaat de vierde muur, nu al. Nee, serieus, dit moet voor de hele spel doorgaan. Dit is een van mijn favoriete memes. Dus in plaats van de cutere zijn, moet ik de cutesy cute girls zijn, waarom? Je kan ook de bitch zijn, iemand is de bitch nog. I know, right? Ik wou yeah. Dit is makkelijker. Dat is toch wit, ben je zo'n beetje 100%, like 24 uur 7 bitch mode. Grappig genoeg worden mensen er wel een fan van ook nog. Van wat? Van Blanny B. Never forget. Like, voor mijn part, it's like... ik hou van die B. Het is zo... Blanny B? Nee, ik hou... ja. Ja, weet je wat, het is like een van die memes dat like, mensen heel erg veel haten. Ik bedoel het niet ook. En dan vervolgens niet zei het. Kun je voorstellen als ze Nico niet doet, maar dan doet ze Blanny B. Wat ze deed eigenlijk, like, als we de animatie had, daar ga je. Godsamme, dat moeten we nu zien. Ik wil het nu zien. Like, de animaties, waarom niet de ponytails? Don't fall down the pit and die. Bedankt, Blan. Wow, dat laat ons fancy pants. Dus, wat ik even uitspellen. Uitspellen, ja, ga door. Laat ik even uitleggen hoe het spel werkt. Nou, dit is natuurlijk een hack-and-slash spel. Dat betekent dat je natuurlijk je combo's hebt, want niet zo, je hebt niet veel combo's. En je kan je dash doen. Je kan rondrennen en zo, natuurlijk. Je kan springen, je hebt een double jump. Je hebt die air combo's ook, natuurlijk. En je kan, je hebt drie special. Waarom zijn we in het, laatste level van het eerste spel. Kop dicht, tennis. Dit spel is non-canon, oké? Het maakt niet uit. Maar je hebt een special attack. Je kan drie special attacks hebben, alleen... Je hebt nu maar twee special attacks. Je krijgt meer wanneer je verder gaat in het spel. Okay, lijkt wel het spel is dat de framerate heel consistent is. Ja, dat doet nice.
So, hoe is het met de karakters? Like, hoe is Neptune vergeleken met Quirks? Neptune in een normale vorm is... weet je wat? Like, het is echt de HDD vorm waar we over moeten praten. Neptune's HDD vorm is best wel is waarschijnlijk de sterkste vorm, HDD vorm uit de vier godinnen. Want je kan, like, je X combo, je kan het de hele tijd spammen. Bird is waarschijnlijk de slechtste van de vier godinnen in mijn mening. Zet hij echt iets wat heel spammable is, behalve de aanval. De aanval waar ze gewoon heel veel windsneetjes kan laten. Like, windsneetjes tevoorschijn houdt wanneer ze voorbij iemand gaat, zeg maar. Ja, hier laat ik natuurlijk even zien wat je kan doen. Zoals je kan daar zien kun je de XY-drijf daar vullen. Als je het vult, dan kun je het transformeren. En als je het transformeert bent, kun je de XY-drijf aanval doen. Later krijgen we wat meer dingen. We kunnen ook later team aanvallen doen en zo, maar dat is veel later pas. Maar de beste ding aan dit spel natuurlijk, is dat als je de vijanden hier genoeg raakt, dan zullen je kleren scheuren. Ja, dat is waarom ik toen de Sengar Cup best toch wat Sengar Cup bekend was dat. Ja, die aanval kun je makkelijk spammen, want het kost maar 1 SP bar. Ja. En het doet veel schade. Like, als je de trofeeels hebt voor de maximale ton tot damage, gebruik die aanval de hele tijd. Lijkt met Furt of gewoon met... Of is met het... Furt. Want Furt heeft die special attack. Dus we krijgen meer SP er verder met het spel gaat, toch? Wat zeg je? Ja, als je krijgt meer SP hoe verder je in het spel bent. Je krijgt meer SP en je krijgt meer SP aanval als je verder komt met het spel, ja. Natuurlijk krijg je ook betere wapens later. Ja. Zie je die medailles, by the way? Ja. Die gebruiken we om onze wapens en andere dingen te upgraden. Ja. So, dus je wilt gewoon vanaf verzamelen. Oh, ja, hier bent. Maar wel makkelijk. Oh, je kan later kleren krijgen die gelijk heel snel scheuren. Maar dat zullen we later zien. Zo, so, hoe gooi je... Sorry, dat wil je vandaag. Hoe gooi je die XC-jab dan? Gewoon de heel vervallen te verslaan en door je kleren te scheuren. Als je kleren scheurt, dan vult het heel snel op. Zie. Ik hou van Purple Arts Team, by the way. Laten we niet vergeten dat like, de C-Forms ook kleren kunnen scheuren, niet soms. Ja. Ik hou van, Purple Heart muziek, waarschijnlijk van de transformatie muziek in dit spel. Maar op muziek kan het ook wanneer je transformeert. First team is ook best wel goed. Ik heb een betere microfoon nodig, ik heb een betere koptelefoon nodig. Ja, iedereen heeft, denk ik moet ook niet. Lijkt mij, nee, mijn koptelefoon werkt niet normaal nu. Ja. Kijk, als het raad een beetje verkeerd zit, dan hoor ik het niet goed meer. Ja. Oh, dat was die XC-avond, is het? Ja. Shit. Zo heeft de beste XC-avond, like, tussen de twee voor nu? Ik zou zeggen rond, waarschijnlijk. En zoveel range. En ik geef nog horen. Volgens mij was dat je microfoon, ja. Ennis. Hallo. Ennis. Weet je, ik heb mijn antwoord niet gekregen toen die internet kut deed. Het was Rom. Bestie XCA voor Rom. Holy loss of fabric, you guys! En hier zullen ze praten over hoe ze kleren hebben gescheurd. Wat is dit? Wat is dit? Jij! Smuk! Oh nee! Dirty salad. Hi, waarom is de video opeens naar fucking 4480 gegaan? Wacht even. Pauze? Fucking hell. Ja, pauze. We kunnen gewoon onze kleren hermaken, like fixen door gewoon uit de deurtje te lopen. Wat? Die is de verschil, like, bij die Verts kleren scheuren, zie je wat meer van die borsten. Ja, maar kijk, Blan gaat om de put, oké? Dat is wat nep, natuurlijk, oké? Blan was nog steeds insecure over haar ding. Maar dat is wat, hè, juist. Waifu materiaal maakt. Zeker zijn ook de borstgrootte? Nee.
schattig zijn, Dennis. Jezus, dan begrijp ik. Ah ja, dat is waar ook. We zijn nog niet van deze wereld. Ja, of hoe is het nu met de Louis-icons? Ik zou niet verrassen als de smakers dat ook echt hebben gemaakt, weet. Dat is leuk, buiten het feit dat onze kleren net scheurden. Dat was niet leuk. Wel voor de kijkers. Maar dan zegt voor. Ja, het was wel leuk. Natuurlijk dat ze dat zeggen. Ik ga natuurlijk iedereen kleur. Laten zien hoe iedereen zijn kleren scheurt. Eigenlijk is het wel, moet het wel, want je krijgt er wel wat voor om de kleren te scheuren. Nee. Is er een level van kleren scheuring? Nee, als het te veel, like, bij zoveel poppen scheurt er zoveel procent van je kleren, of is het like. Ja. Kijk, bij één klap zou zoveel kleren gescheurd zijn en dan bij de andere klap is toch meer kleren gescheurd en dan bij de laatste klap laat zeggen dat dan die cutscene komt waar de kleren een beetje gescheurd zijn. En dan is ook nog eens die andere. Ah, Furt komt met de beste idee om gewoon videocamps te spelen tot op de wachten bij de Pony Artipool. Het zou niet verrassen als een nieuw artikel gescheurd heeft. Ah, hier komt een van de beste lines. Preach! Preach! Games are our lives! Preach! Ja. Yeah. Amen. Dus, Neptune wil een all-night gamathon maken. Hebben jullie geen extra live gezien? Kijk als Tom komen met Jolly die arme ziel. Dat gaat niet goed eindigen. Ik moet daar nog steeds naar gaan kijken. Ja, dit jaar is nog een extra livestream. Oh yeah. Wacht, deed hij nog eentje? Ja, dit jaar. Dit heeft iets met Mario te maken. Dat het Mario Sunshine is. Ik hoop dat het Mario Lost Levels is. Nee, ik hoop dat Mario Sunshine is en dat ze de alle 100% weer moeten doen. Die arme ziel, elke keer. Deed hij 100% in de Platformania? Ja. Sunshine? Nee, dat was geen Sunshine in Platformania. Hij gaat weer 100% doen in fucking SCP. En natuurlijk gaat hij dat doen. Maar waarom liet hij niet over aan Matt?